Jij bent het niet die het vraagt, ik niet, het is het kaartje. Terwijl het eigenlijk zo belangrijk is om altijd je vragen te kunnen stellen. Maar soms is het dus heel erg moeilijk. Als ik dat zou vragen, dan zal hij wel het nodige van me vinden. Hoi en leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Communicatieklets, de podcast. Ik ben Eileen en ik nodig je uit om een tasje koffie erbij te nemen en gezellig met ons mee te kletsen. Want vandaag heb ik een superleuke gast naast mij zitten. Ze is spellenontwikkelaar en eigenaar van spellenreeks Open Up of Openhartig. Welkom, Wende. Dank je. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik vind het leuk. Ik vind het wel een beetje spannend om dat hier met jou aan te gaan. Maar ik heb er ook wel zin in. Oké, leuk om te horen. Ik ben ook heel blij dat jij hier bent vandaag. Nu, hier staan al heel veel spellen en de mensen die kijken, die kunnen dat zien. Maar voor de mensen die het niet weten wat het is, wat is Open Up nu eigenlijk? Nou, Open Up is de naam van mijn uitgeverij die deze ontspellen ontwikkelt. En inmiddels hebben we al 19 versies van de spellen openhartig ontwikkeld. Het product dus in de uitgeverij. De 19e versie staat hier ook heel mooi. Openhartig vriendinnen. Dat is de laatste nieuwe, die komt in april op de markt. Het zijn spellen die zorgen dat er goede communicatie op gang komt tussen mensen. Dus het zijn spellen met heel veel verschillende thema's en ook voor verschillende doelgroepen. Waarin maar één ding heel belangrijk is, waarin mensen open en eerlijke gesprekken kunnen hebben. Op een hele plezierige manier. Dat is wat we willen. Dus wat de naam Open Up ook zegt, open je hart en open jezelf voor de ander en het gesprek met de ander dus. Ja. Ja. Heel leuk concept. En wat inspireerde u eigenlijk om Open Up op te starten en waarom eigenlijk in spelvorm? Goeie vraag. Dat is vooral naar mijn achtergrond. Ik kom echt uit het sociaal werk. Dus praten binnen die branche is heel erg belangrijk. Met elkaar een goed contact te hebben, was altijd al heel belangrijk. Een periode heb ik met mijn partner, hebben wij erotische bordspellen ontwikkeld. En dat was voor een leuker en vooral plezieriger seksleven. Toen wij daarmee bezig waren, toen viel ons op dat partners eigenlijk niet zo goed met elkaar praten. Dus een van de eerste dingen die heel belangrijk waren in het spel was toen ook al de vragen, zodat partners met elkaar konden gaan praten. En dat was heel succesvol. Dus in mijn werk. Maar ondertussen had ik thuis ook een aantal pubers rondlopen. En als die uit school kwamen, vroeg ik, en hoe was het? En dan zeiden ze eigenlijk alleen maar, saai. En dan ging ik doorvragen. En dan zeiden ze, mam, houd toch op met dat gezeur. En ik vond dat lastig, want het was wel een hele belangrijke tijd waarin ik in verbinding wilde blijven met mijn kinderen. En eigenlijk door al die dingen bij elkaar dacht ik op een gegeven moment, hoe fijn zou het zijn dat er gewoon een pot op tafel zou staan waarin allerlei leuke vragen zitten en ik hoef ze niet te stellen, maar die kaartjes die doen het. En toen ben ik het gaan ontwikkelen en ik ben met de eerste begonnen, dat is hier Openhartig Classic en die is echt voor vrienden, voor familie, voor het gezin. En hoe zie je dan dat het bijdraagt aan een betere communicatie tussen mensen? Dat kan je eigenlijk heel makkelijk zien, want onze spellen komen ongelooflijk veel voor in televisieprogramma's. Vooral van die datingprogramma's, openhartig dating, maar ook de andere spellen worden dan gebruikt bij Bed and Breakfast, Vol Liefde, de rijdende rechter die gebruikt het wanneer er buren ruzies zijn. Marriott First, allemaal van dat soort programma's, daar zie je onze spellen mee terugkomen. Dat is eigenlijk een moment waarin je kunt zien van, oké, het wordt volop gebruikt. Maar daarnaast, alle reviews op de verschillende online sites kun je ook zien dat het met enthousiasme gebruikt wordt. Hoe komt het? Omdat het op een hele makkelijke manier
op een hele makkelijke manier loopt om het spel te spelen. Het is zomaar een kaartje en er kan een heel lang en groot gesprek uitkomen. En soms is het een kort gesprekje. Jij bent het niet die het vraagt, ik niet. Het is het kaartje. En dat maakt het eigenlijk al wat het heel erg prettig is. Daarnaast zitten er allerlei vragen in die jij mij normaal nooit stelt. Ik jou ook niet. Nee. Dus dat maakt dat het verrassend spannend is. En ook wel vaak de moed geeft om er lekker mee door te gaan. Ja. Het brengt plezier. Zorgen dat de vragen zodanig gesteld worden. Dat er vooral een beetje spanning in zit. Maar dat er ook veel plezier. Maar ook hele mooie gesprekken door ontstaan. Ja. Dus ja, het is een heel handig communicatiemiddel. En als speler, wat bereik je er eigenlijk mee door het spel te spelen? Nou, wat het mooie is, als je een spel speelt, je wordt zodanig uitgedaagd om dus een open en eerlijk antwoord te geven. Dus wat brengt het heel vaak, als je goede gesprekken hebt, begrip voor elkaar. Dat is een hele belangrijke. Je leert elkaar nog beter kennen. Je denkt heel vaak dat je iemand kent, dat je die goed kent. Maar het verrassende is, als je onze spellen speelt, dat je elkaar nog op een hele andere manier leert kennen als dat je gewend bent. Nog iets moois is, delen is helen. Dus heel vaak worden dingen gedeeld die toch een beetje geheim of een beetje lastig waren. Maar door de vragen word je ertoe uitgedaagd om wel te delen. Ga je mooie gesprekken aan met elkaar vanuit die openheid, dan ontstaat er over het algemeen gewoon een hele mooie verbinding met elkaar. Ja. Wat fijn is. Ja. Wat ik al eerder zei, we maken de spellen zodanig dat je er ook echt heel veel plezier aan kunt beleven. Echt veel lol, je kunt ook echt lachen, heerlijk. Al deze dingen bij elkaar. Wat ook fijn is, is dat je eventjes niet je telefoon gebruikt, maar dat je echt met elkaar in contact bent. Ja, inderdaad. The whole package. Ja. Maar ook heel veel voorbeelden, zoals, er waren periodes dat, ik hoor wel eens dat kinderen of kleinkinderen niet zo behoefte hebben om weer naar opa en oma te gaan, omdat opa en oma altijd een beetje dezelfde verhalen hebben. Hier, met deze box van bijvoorbeeld Openhartig Memories, als je die neerzet, komen er totaal andere vragen. Gaan opa en oma ook nog weer eens hele andere verhalen vertellen. En dat is eigenlijk wat we heel vaak terugkrijgen. Dat het zo verrassend is dat je niet dacht dat dat zo kon zijn. Of dat had je niet verwacht dat ze dat zouden vertellen. Ja. Ik krijg terug bijvoorbeeld van een moeder die het met een puber speelde. Die ook een tijd lang eigenlijk geen contact had en weer eens heerlijk met haar puberzoon had moeten lachen. Of een vriendengroep die op een weekendje weggaat. Een vriendje had het spel meegenomen, ook de classic versie. En die jongens hadden zoiets, ja joh, dat hoeft toch niet, we kennen elkaar toch? En toch, het was ontzettend verrassend toen ze het speelden en ze leerden elkaar ook wel op een hele andere manier kennen. Het zorgt voor een beetje diepgang, maar we wisselen het heel erg af met ook vooral veel plezier. En, dus het gaat, er zit van alles in. Heel mooi. En hoe beslis je eigenlijk welke vragen dat je opneemt in de spellen en welke niet, zeg maar? Als we aan een nieuwe versie gaan werken, of ik heb een idee, of wij hebben een idee met elkaar, dan zorgen we dat we aan een bouwen als het ware een team daaromheen. En dat is dan een team die of heel veel verstand heeft van de doelgroep waarvoor we het gaan maken, of is soms de doelgroep, of heel veel verstand heeft van het thema. Zelf gaan wij ons ook verdiepen, dus we maken een begin van die spellen. En op die manier kruipen we als het ware in de huid van de doelgroep of van het thema, ja, of de doelgroep met het thema. Dat is hartstikke mooi. Daardoor ontstaan vragen. Nou, heel belangrijk zijn is natuurlijk, en dat weten jullie allemaal van communicatie, dat open vragen zo ontzettend belangrijk zijn. We zorgen dat de vragen positief zijn. Dus laat zeggen dat ze niet dat het niet een uitwerking is naar negativiteit of naar gedoe of wat dan ook. Nee, we zorgen altijd dat eigenlijk die uitkomst tot een open en eerlijk gesprek komt. Dus we willen niet dat er een ruzie uit wordt. Nee. Nee, zeker niet. En dat krijgen we ook nooit terug. Dat gebeurt ook niet.
Wat nog meer belangrijk is, dat de afwisseling leuk is van vragen. We hebben vragen, maar er zitten soms ook opdrachten in. Want je kunt wel de hele tijd praten of heel diepzinnig praten over bepaalde onderwerpen. Maar dat is heel vermoeiend. Dus we zorgen ook wel dat er weer zo'n luchtige opdracht in zit. Van maak van de hele, groep een foto met elkaar. En dat soort dingen, dat zit er ook in. Ja, dus eigenlijk zorg je voor een combinatie tussen diepgang en die luchtigheid. Die is heel belangrijk. Ja. Het is echt een mix. En we zorgen ook dat je soms dat de hele groep een antwoord moet geven. De andere keer is het één persoon. De volgende keer moet je een compliment aan een ander geven. Of, nou, er zit zoveel in. Het is zoveel afwisselend. En dat maakt dat het spel, dat de vragen dus over het algemeen verrassend en uitdagend, maar ook een beetje spannend moeten zijn. Ja. Ja. En je hebt nu al een paar keer voorbeelden gegeven, maar kunt je misschien nog een ander voorbeeld geven van een concreter voorbeeld waarin dat er echt wordt getoond dat de spellen een positieve invloed hebben op de communicatie tussen de personen die het spel spelen? Bijvoorbeeld openhartig memories, dat is een heel mooie. Dat was, kreeg ik onlangs terug van een psycholoog die in een instelling voor mensen met dementie, Alzheimer, werkte. En die had deze box ook op tafel neergezet en die was dus wat vragen gaan stellen. En het ging over welke kleren droeg je vroeger als kind. En dat werd zo'n mooie, er kwamen zulke mooie verhalen uit voort van de borstrok, maar ook de rokken die gedragen moesten worden met de lastige nylonkousen eronder en wat dan ook. Het kwam allemaal weer omhoog, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen. En onlangs bijvoorbeeld ook bij, ik kreeg terug van dat die openhartig wereldwijd, die overigens ook tweetalig is, die gaat over culturen, dus elkaar en de cultuur van elkaar beter leren kennen. Dat die bij ASML in de kantine staat, omdat dat natuurlijk een heel internationaal bedrijf is, een leuke manier om collega's met elkaar nog beter te leren kennen. Ja. Oké, dat waren hele mooie voorbeelden. Maar hoe ziet je eigenlijk de rol van Open Up in het verbeteren van communicatie op lange termijn, zeker in een wereld die steeds meer en meer digitaal wordt? Ik denk dat er dan een hele grote rol ligt voor onze spellen. Want ja, mooi had het digitale, maar het echte contact verliezen we daar een beetje mee. En er was nog nooit zoveel eenzaamheid als nu. Ja. Dus die ontwikkeling die is niet zo heel geweldig. Het heeft zijn voordelen, maar ook dit nadeel. En we krijgen namelijk ook heel vaak te horen, kan het spel niet digitaal komen? Is lekker handig. En wij zeggen echt, nee, dat doen we niet. Want het is zo belangrijk dat we met elkaar aan tafel gaan en dat we echt elkaar zien, horen en alles wat daarbij is, aanwezig zijn met elkaar en echt aandacht hebben voor elkaar. Dus ik denk dat onze spellen heel belangrijk zijn. En dat we eens eventjes de telefoontjes en al het andere aan de kant. En communicatie daarin is ook zo belangrijk. We trekken ons eigenlijk steeds makkelijker terug en we trekken ons aan een mail. En we communiceren met WhatsApp of wat dan ook. Terwijl we het face-to-face moeten doen. Ja. Hoe belangrijk is dat? Daar ben ik het zeker mee eens. Allee, ik studeer communicatie, dus bij mij is het vooral social media en zo. Yeah. Maar als je dan dat echt contact hebt met de mensen rondom u, dat is zoveel belangrijker dan berichten sturen of eens bellen. Dus ik kan me daar zeker in vinden. En wat is voor u, wat zijn de toekomstplannen voor Open Up? Wat is het echte droomscenario? Oh, dat is een leuke vraag. Nou, mijn grootste droom zou zijn dat echt in iedere keuken of huiskamer, in Nederland, in België, in Frankrijk, nou liever nog in heel Europa, bij iedereen een spel openhartig op tafel staat. En dat
gewoon zo mooi is dat dat verbindt met elkaar. En dat we dat gaan kennen, dat het overal gewoon nodig is. En dat het onze gesprekken mooier maakt. En dat we beter in contact zijn. Dat de eenzaamheid minder wordt. Dat lijkt me heel geweldig. Ja. En we zijn een beetje bezig. We zijn al in... we hebben het spel al, sommige spellen al in het Engels, in het Duits en in het Frans. Okay. En we hopen daar groter in te gaan worden. Zeker. Ja. Op de goede weg dus. Ja, zeker. Ik droom met jullie mee. Ja. Dan gaan we nu door naar het volgende rubriekje. En dat zijn vragen van luisteraars en kijkers. Oké, Wende, de eerste vraag. Waar vindt u jouw inspiratie? Nou, het lijkt soms wel op dat het een soort vragen-aanbod is. Dat het op die manier gaat. Er speelt iets, ik hoor iets. Nou, laten we zeggen als voorbeeld onlangs bijvoorbeeld openhartige identiteit. Het is volop in het nieuws dat jongeren zo onder druk staan. En dat er eenzaamheid er is. En dat we wat individualistisch worden. Dat de druk hoog is. Dat is het nieuws wat we binnenkrijgen. En wij denken dan van, schijnbaar is het voor jongeren ook nog best wel lastig om erover te praten. Want nog nooit waren er zoveel problemen, nog nooit liepen er zoveel mensen bij psychologen of coaches of wat dan ook. Hoe fijn is dat als we hier makkelijker over kunnen praten, over deze problematiek. En dan hebben we de box openhartig identiteit gemaakt. En dan moet je niet denken dat het allemaal hele ingewikkelde, zware vragen zijn, psychologisch of zo. Maar juist ook weer op een manier gesteld dat je denkt, ja, praat erover. Ja. En we hebben het er met elkaar over. Waardoor je ook weer makkelijker, als je het besproken hebt, ook misschien eens makkelijker naar je baas kunt stappen. Of naar wie dan ook. Ja. En het erover kan hebben. Dus eigenlijk kijkt je vooral om je heen. Wat er gebeurt in de maatschappij en in uw eigen omgeving of rondom u. Ja. En de ideeën komen misschien vanzelf? Ja, door de verdieping. Je gaat op een gegeven moment denken van, is dit wat? En of je hoort van mensen die aan het daten zijn en die dat zo lastig vinden. Dat je denkt, ja, dat is toch heel leuk als je een box meeneemt op je date. En je zegt, en je hoeft niet te gaan stuntelen of moeilijk te doen van, welke vragen heb ik ook alweer. Maar je zegt, hey, we doen gewoon dit spel. We pakken om zijn beurt een kaartje. En jij bent het niet, ik ben het niet. En we komen tot hele leuke gesprekken, tot hele andere vragen. Ja. Nou, eigenlijk op die manier ontstaat het steeds. Hier heb je bijvoorbeeld About Sex. Het blijft altijd een heel precair onderwerp. En daar kom je ook achter dat heel veel mensen dat toch heel lastig vinden om het daarover te hebben. Terwijl, als je het erover kan hebben, hoe fijn is dat? Mm-hmm. En hoe prettig het kan zijn om eerlijk te zijn in wat je bezighoudt, wat je belangrijk vindt, waar jouw wensen liggen, waar je grenzen liggen. Nou, die soort vragen die daaromheen, die zitten in zo'n box en dat maakt veel bespreekbaar. Ja. Dus we helpen eigenlijk een beetje van de mensen. We geven een zetje om het erover te hebben op een hele plezierige manier. En nogmaals, dit is de laatste dan, die vriendinnen. Ja, die werd al heel lang gevraagd door vrouwen, meiden. Die zeiden van, joh, je moet eens echt een specifieke box maken. Met alleen vragen die voor ons vrouwen leuk zijn. Ja. Die zou ik ook wel eens met mijn vriendinnen willen spelen eigenlijk. Dat is leuk, ja. Oké. Dan is er nog een vraag. Hoe kwam je op het idee om een spellenbedrijf op te starten? Ja, dan kijk ik nog maar even terug met waar we het gesprek begonnen zijn. Dat ik erachter kwam dat mensen niet zo makkelijk met elkaar praten. Het makkelijker voor elkaar invullen en zeggen, nou, dat vindt hij niks of daar houdt hij niet van of als ik dat zou vragen, dan zal hij wel het nodige van me vinden. Terwijl het eigenlijk zo belangrijk is om altijd je vragen te kunnen stellen. Maar soms is het dus heel erg moeilijk. Ja. En daar zijn deze spellen voor. Oké. Dan gaan we nu de spellen spelen. Okay. Dus ik ga dan aan u vragen om van elk stapeltje een kaartje te nemen. En dan gaat het spel de vraag stellen. Oké. En wie gaat het antwoord geven? Jij mag het antwoord geven of doen we om de beurt? Oh, dat is ook goed. Nou, deze is dit uit het een van de laatste nieuwe edities, waar ik het zojuist ook over had, openhartige identiteit.
En de vraag die gesteld wordt, die is: maak jij voornamelijk keuzes vanuit je hoofd of uit je hart? Leg eens uit. Goh, dat vind ik moeilijk. Maar ik denk vooral vanuit mijn hart, omdat ik toch wel een gevoelsmens ben. Maar ja, langs de andere kant kan ik ook wel echt malen in mijn hoofd over iets en dingen overdenken. Maar ik denk dat als het erop aankomt, dat ik dan toch naar mijn hart luister. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Dat mag ik hopen. Heel fijn, ja, mooi. Oké, dan ga ik het volgende kaartje trekken. Eens kijken. Ik vind die zingeving wel altijd leuk. Hoe zou je herinnerd willen worden? Ik zou... ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat ik gewoon herinnerd mag worden als een goede moeder. Een lieve vriendin, een fijne partner. En dan denk ik eigenlijk gelijk, ja, het gaat me vooral om de naaste. Ja. Als dat goed zit. En dat vind ik heel erg belangrijk. En dan ga ik wat verder en denk ik... Nou, ik denk eigenlijk dat ik dat het belangrijkste vind. Ja. Ja. Okay. Zo wil ik herinnerd worden van... dat we het goed hebben gehad met elkaar. Dat we de liefde gevoeld hebben. Dat we het overal over hebben kunnen hebben. En dat ik er voor hem was. En wederkerig, ja. Als het erop neerkomt, zijn ook wel eigenlijk de enige mensen waar het om gaat, hè? Of ja, de mensen rondom u en in uw dichte kring. Ja. Dat is wel heel belangrijk voor, ja. Oké, dan mag je nog een kaartje trekken. Oké, leuk. Nou. Ja, we zullen even kijken, hè? Dat is voor jou. Dus dit is uit de gele doos, de Go For It box. En dit is eigenlijk een box die heel erg leuk is voor wanneer je jong bent, wanneer je op zoek bent van, voor nieuw werk, nieuwe studie. Eigenlijk je leven staat open, je kunt alle kanten op, dan is Go For It echt heel erg leuk. En zeker met een groep jongeren, je komt tot brainstormen, tot nieuwe ideeën, en je inspireert elkaar. En dat is echt heel erg leuk aan bijvoorbeeld dit spel. Ja. Mm-hmm. Nou, het is voor jou de vraag, hoe ziet jouw dagelijkse leven er over 20 jaar uit? Dan ben ik 41. Dan hoop ik dat ik een leuke job heb. Dan hoop ik dat het mij misschien gegund is om een leuk gezinnetje te hebben. Een mooi huisje. En gewoon om gelukkig te zijn en een leuke partner te hebben. Leuke vriendinnen. Dus ik denk zo. Ik weet het niet, ik heb daar nog nooit echt over nagedacht. En je zei van, dan hoop ik dat ik leuk werk heb. Maar wat doe je dan? Dit? Wat je nu doet? Of, Ik heb geen idee. Het kan echt alle kanten op. Ik weet het nog niet. Maar ik denk, ik ben zo'n persoon, ik kan nooit echt lang... hetzelfde doen. Okay. Dus daarom dat ik misschien nog iets wil gaan bijstuderen, dat ik zoveel mogelijk diploma's heb, dat ik na 5 jaar, als ik iets beu ben, iets anders kan gaan doen en dat dat geen probleem is. En ik denk dat dat met een diploma communicatie, wat ook heel breed is, dat dat ook wel zeker kan lukken. Ja, en communicatie blijft altijd, is altijd... Altijd belangrijk. En daar ben je ook van, echt. Dat vind je ook leuk. Ja, ja, dat vind ik ook heel leuk. En dat zal wel in je leven parten blijven spelen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Zullen we nog een laatste vraagje trekken? Eentje voor jou? Zullen we er wel eentje uit vriendinnen misschien? Oh, ja. Uit de nieuwe, dat is leuk. Oké. Ik ben benieuwd. Ik zal er gewoon zo eentje... Dus dit is de nieuwe, dat is... Ja, deze komt in april op de markt, ja. Oké. Ja, ja. Wat maakt iemand een goede vriendin voor jou? Nou, dat is echt wel een vraag uit dit spel. een goede vriendin. Ja, dan denk ik gelijk door dik en dun, lief en leed, het delen van lief en leed.
een vriendin is waar ik ongelooflijk mee kan lachen, maar waar ik ook terecht kan als het me eens even helemaal niet lukt in het leven. Mm-hmm. En gelukkig, ik heb zo'n vriendin. Dus ja, heel belangrijk. En dat is het. En het vertrouwen. Ik denk vooral dat ik kan haar vertrouwen. Ja. Dat is mooi. Ja. Ik kan alles tegen haar vertellen. Dat zijn inderdaad heel belangrijke eigenschappen, ja, in een vriendschap. Ja. Dan zijn we helaas al bij het einde van deze aflevering aanbeland. Ja. Ik heb nog een klein cadeautje mee voor u. Ja. Zo, alsjeblieft. Oh, wat leuk. Ja. Een paar chocolaatjes. Och, wat mooi. Dankjewel. En zo'n leuke beker. Dankjewel. Communicatieklets. Ja. Ja. Leuk. Wilt jij nog iets zeggen tegen de luisteraars of tegen de kijkers? Wat ik zou nog wel zou willen zeggen is, heb echt aandacht voor elkaar. Aandacht en zorg voor elkaar. En ja, als je het nooit zeker weet, stel dan gewoon een vraag en verifieer of dat wat jij dacht, dat dat klopt. Dat is heel belangrijk. En luisteren. Het is allemaal mooi om vragen te stellen, maar luisteren, een goed luisterend oor, betekent eigenlijk ook heel veel respect voor elkaar en aandacht voor elkaar. En luisteren is zo belangrijk. Ja, dat is eigenlijk wat ik nog wilde toevoegen. En als laatste, ben je geïnteresseerd in onze spellen? Vind je ze leuk? En het zijn er veel. Nou, ga naar onze website. Is www.openhartig.nl. Dus dat is lekker makkelijk. En online kun je ze eigenlijk overal vinden. En ja, een van onze die altijd op voorraad heeft, dat is sowieso bol.com. Mm-hmm. Nou, we hebben 19 versies, dus voor jou zit er altijd wel wat bij, denk ik. Oké. Okay. En ik wil jou heel hartelijk bedanken dat ik hier mocht zijn. Ik wil u heel graag bedanken dat je wou komen. En dan wil ik jullie ook bedanken voor het luisteren of het kijken. En vergeet zeker niet om te liken en om te volgen of te abonneren. En laat zeker in de reacties weten wat je van deze aflevering vond. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering bij een nieuwe babbel. Bye bye!